Prachtige wolkenpartijen, een prachtig blauwe loft, een helder blauwe loft en die verriert uiteindelijk al de koude boppenloft. En dus wiet je het net al te warm. En dat kwam natuurlijk ik voor rekening van de wien, want die waren sterker en die kwamen uit het noorden bij van de zee. Joen en vannacht, ja, zullen het vrij helder waar wezen. De wien houdt een model in het kust- en waardgebied duwt wat meer wien steen en de temperaturen zijn zo'n ontzien graden, de heeste temperaturen op de wadden. En dan hebben we de wien, matig rond vrij krachtig, die komt uit noordelijke richtingen bij, en op het verste loon een zwakke wien. Morgen, het wordt een dag met flink wat zinnen, een protte zinnen, en dus kan die temperatuur omhoog. Ja, die gaat zo'n zandje 18 graden in de kustgebieden, 29 graden verderop de provincie. En de wien is nog wel sterk, matig rond krachtig uit het noordoosten bij. Maar die noordoostenwien neemt dus wat mildere lucht mee. En hoe milder waren sprutsen, tongens en vrijheid heb het op temperatuur noemen bij de 18 of de 19 graden in de gemiddeld door de provincie. En dat betekent op plakken toch die 20 graden, toch die warme dag, een protte zinnen, op vrijheid weer wat meer bewolking. En sneeuwen is tijd voor de buien en dan gaan we weer een flinke stap voorom in de temperatuur naar zo'n 15 graden. We maken morgen, maar wel even in het waarschijn.